Je valt op hem, dat zeg ik zo. Ik bedoel het theater. Theater? Oh, ik dacht dat je die jongen... Die ons heeft afgezet? Hij komt nog even boven. Wat, oh nee, toch? Hij zei geen nee. Oh? Waar is die nou dan? Parkeren. Dus jij vond het niks? Oh nee hoor. Jawel. Nou, beter toch dan laatst. Dat vond ik zo geforceerd brutaal. Dit vond ik toch ook wel... Jij zit altijd te slapen in het theater. Ja, maar dat is omdat ik het dan minder spannend vind dan graag aan andere dingen zitten denken. Aan meer werkelijke dingen. Ik dacht bijvoorbeeld aan die jongen hoe het zou zijn als jij... Maar die knaap. Die hebben we toch pas na de voorstelling ontmoet. Ik dacht natuurlijk eerst ook aan zomaar iemand, maar... Toen we die jongen naar afloop. Heb je hem daarvoor uitgenodigd? Vind je hem niet leuk? Nee. Ach, doe dat niet zo preuts. Als je niet met hem had zou flirten, was die hele jongen me niet eens opgevallen. Maar zover krijg je hem niet. En toch wil ik het. Oh. Tring. Ja, kom maar boven hoor. De lift is links. 19e verdieping, nummer 380. En wat moet ik dan aantrekken? Iets roods. Heb je hem dat beloofd? Ik doe geen belofte. Wonen, wat ben jij van plan? Niets, helemaal niets. Heb jij nog sigaretten? Ik heb geen zin in rood. Nou, doe waar je zin in hebt. Waar ik zin in heb. Waar ik zin in heb. Maar niet je trouwjurk. Waar ik zin in heb. Waar ik zin in heb. Mijn chipper is leeg. Wat een pech. Nou staat hij even op de stoep. Heeft u misschien... Heb jij? Neem me niet kwalijk. Heb jij misschien een paar euro terug? Laat hem even staan en betaal de bekeuring. Ja, maar als hij nou wordt weggesleept... Oh, hij wordt zeker weggesleept. Dan betalen wij voor jou een taxi. Nou ja, maar ik... Gewoon dan eens weggeven. Nou, betalen doe ik liever achteraf. Geniet maar even van het uitzicht. Heerlijk hoor, ruime blik. Dag, geen gordijnen, geen overburen. Dan geven we alles prijs aan het universum. Dit is de hoogste woontoren van de stad, alleen het gebouw van de verzekering is hoger. Dat is toevallig Bodans werkgever. Ja, toevallig. Ja, hij had toch ook wielrenner kunnen worden? Wat denk je? Ja, of acteur. Nou, dat denk ik niet hoor. Wat denk jij, Eddie, heb ik talent? Jawel, misschien, ik denk van wel. Maar ja, het zijn de verzekeringen geworden. Wij verzekeren alles van de wieg tot het graf. Geldzaken. Ja, en het verzekeringswezen moet alles kunnen worden uitgedrukt in een vervangende waarde. Ook in wezen onvervangbare zaken hebben een waarde die alleen maar in geld kan worden uitgedrukt. Ja, het is niet anders, maar om daar nou zo schamper over te doen. Nee, bedoelde dat niet schamper? Nee, maar het kwam er zo schamper uit. Kijk, het leven valt niet in een vervangende waarde uit te drukken, zoveel is zeker. Maar een verzekeringsbank kan verloren zaken helemaal niet uitbetalen in natura. In natura? Ja. Zie jij dat anders? Weet jij wat je wil worden later? Later? Nou, op dit moment... Maar onze vriend is toch al iemand, Wodan? Hij is acteur. Ja. Ach, dat komt omdat jij hebt zitten slapen natuurlijk. Wodan houdt eigenlijk helemaal niet van het theater. Nou, je moet ook niet overdrijven. Ik ben ook nog maar net begonnen. Het is niet meer dan een figurantenrol die ik speel. Je bent een edel figurant. Ja, zoiets. Ja. Nog één? Je gaat toch met de taxi. Misschien staat hij er nog.